Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier met de boodschappen voor de volle maan in de Ram op 29 september. En ik heb dus drie boodschappen getrokken uit dit deck. Manifesteren met de maan van Jasmin Boland. En het zijn drie hele mooie boodschappen geworden. De boodschappen gaan vooral over het werken aan jezelf. Dus de volle maan die staat in Ram. En Ram is dus een sterrenbeeld die dus heel graag actie neemt. En liefst zo snel mogelijk, dus zonder eigenlijk na te denken, gaat de Ram heel graag tot actie over. De eerste kaart die ik trok, dus het laatste kwartier in maart, vraagt je om niet onmiddellijk actie te nemen. Eigenlijk het averse van wat we eigenlijk zouden verwachten. Je zou denken, de volle maan die staat in de Ram. Dus het is een tijd om actie te nemen, om ons wensen te manifesteren. Om ons doel te bereiken. Maar ik trok als eerste deze kaart. Dus het laatste kwartier in maart. En maart is een sterreteken die dus graag aandacht besteedt aan de details. En er staat hier inderdaad ook op dat je dus mag aandacht besteden aan de details. En wat er hier nu wat mee bedoelt, wel dat is dat eigenlijk iedereen op deze aarde wel heel graag zijn doel zal bereiken. Dat hij wel graag manifesteren wat hij graag wilt bereiken. En dat hij dan zich liefst zo goed mogelijk voelt. Maar vooraleer je dit dus allemaal kunt bereiken, je doel kunt bereiken en je daarbij ook nog goed kunt voelen, is het wel nodig dat je dus oude wonden heelt en trauma's oplost. Want we hebben allemaal onze rugzak mee met oude wonden, trauma's, die nog zo liggen te sluimeren. En het is echt wel heel belangrijk dat we aan onszelf gaan werken, zodat we deze oude trauma's en wonden kunnen helen. Want pas wanneer dit dus eigenlijk geheeld geraakt, dan kunnen we ons pas goed voelen. Zolang dat niet geheeld is, zal er altijd wel iets zijn, bepaalde gebeurtenissen die op je pad komen, of bepaalde dingen die je voelt, bepaalde emoties die je weer naar beneden halen. Omdat dat er nog zit, dus het is heel belangrijk dat je aan jezelf gaat werken en dat je dus deze oude wonden en trauma's heelt. Onder de video zal ik een link plaatsen naar een video die ik ooit heb gemaakt over hoe je oude wonden kunt helen. Dat kan je misschien helpen daarbij. Maar het kan ook zijn dat je misschien professionele hulp mag zoeken om deze oude trauma's en wonden te helen. Zodat je dus vrij bent, of vrij zult zijn, om je goed te voelen en om je doelen te bereiken. Dus er is nog wat werk aan de winkel. De tweede kaart die ik trok is deze. Dus de nieuwe maan in kreeft en er staat dus op ontspan. En in de plaats van dus zoals de Ram zou doen, onmiddellijk actie te nemen, is het belangrijk dat je dus aan jezelf gaat werken en dat je dus ook voldoende ontspanning neemt. Want ook dit, het innerlijke werk, dat is een zware opdracht. Onderschat dat zeker niet. Er zijn heel wat emoties en andere, bepaalde gevoelens die je dus mag verwerken en dat vraagt heel veel energie. Dus er wordt ook gevraagd om voldoende ontspanning te nemen. Dus wees ook lief voor jezelf. Veroordeel jezelf niet. Wees niet boos op jezelf omdat het misschien allemaal niet zo vlug gaat. Of omdat het niet altijd lukt. Of omdat je soms terugvalt in oude patronen. Maar wees lief voor jezelf. En geef jezelf een schouderklopje voor al het werk dat je doet. En neem ook voldoende ontspanning. Doe dus de dingen die je heel graag doet. Wat je leuk vindt. En de dingen die je dus een glimlach op je gezicht doen toveren. Voel je niet schuldig als je eventjes wat rust neemt. Of als je iets doet voor jezelf. Het is heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En dat vraagt dus deze nieuwe maan in kreeft. Kreeft is dus ook het teken
die dus te maken heeft met gevoel en emoties en het zorgen voor, dus voor je familie, voor jezelf. Dus zorg goed voor jezelf en wees lief voor jezelf. Het derde kaartje dat ik trok was deze, dus de volle maan in weegschaal en daar staat hij dus op, vindt een evenwicht. En het evenwicht die dus te maken heeft met weegschaal is dus, weegschaal staat voor de relaties met andere mensen. Die wil heel graag in evenwicht zijn met andere mensen, zodat de relaties die de weegschaal heeft dus in evenwicht zijn, harmonieus verlopen. En ja, de weegschaal die vermijdt ook heel graag conflicten, zodat alles vredevol verloopt. Wat de weegschaal ook doet, is vaak zichzelf wegcijferen, dus voor een ander. Dus alles om de ander gelukkig te maken. En ik heb ook het gevoel dat deze kaart je duidelijk wil maken dat jij misschien nog heel vaak bezig bent met wat andere mensen van je denken. Wat andere mensen ervan zullen vinden als je bepaalde dingen doet. Of bepaalde mensen je wel nog leuk zullen vinden. Bijvoorbeeld denk je ook, als ik dat niet doe, dan zal die andere persoon boos op me zijn. Dus er wordt van je gevraagd om je niet te veel te laten beïnvloeden door de mening of het gedrag van andere mensen. Probeer echt wel een evenwicht hierin te vinden. Je hoeft niet alleen voor jezelf te kiezen en de ander te vergeten. Dat zeg ik niet. Het is goed om gewoon een evenwicht hierin te vinden. Dus je mag zeker rekening houden met de behoeften van andere mensen. Maar je mag jezelf niet vergeten. Je mag jezelf niet wegcijferen. Ook hier dus met het helen van bepaalde trauma's. Anderen kunnen je raad geven en misschien zeggen wat je wel of niet moet doen. Maar jij weet tenslotte wat het beste voor je is. Dus laat je zeker niet beïnvloeden. Cijfer jezelf niet weg voor een ander. Maar ja, sta voor jezelf, sta in je kracht. En het is nu tijd om aan jezelf te werken. Het is nu tijd om die stappen te nemen. Het is nu tijd misschien om bepaalde relaties te verlaten. En om dus alleen verder te gaan. Want die mensen brengen alleen misschien maar drama in je leven. En dat wil je niet. Jij wil juist je goed voelen. Dus wanneer mensen constant drama in je leven brengen, dan kun jij je niet goed voelen. Dus misschien is het ook tijd om bepaalde mensen achter je te laten. Maar wat het ook is, zorg goed voor jezelf. Werk aan jezelf. Dat is dus eigenlijk de belangrijkste boodschap. Die deze volle maan in Ram dus aan ons wil doorgeven. Ik zal hieronder dus de link plaatsen naar de video dus van rode knopjes en hoe je oude wonden kunt helen. Misschien kan dat behulpzaam voor je zijn. En zo niet, zoek dan ergens anders. Ga af op je gevoel, bedoel ik. Kijk welke mensen je kunnen helpen. Misschien professionele hulpverleners die er zijn om je te helpen. Ga af op je gevoel en kijk wat het beste bij je past. Maar ga aan de slag. Ga aan de slag. Ik raak weer niet uit mijn woorden, excuseer. Ga aan de slag met het helen van jezelf. En wees lief voor jezelf. Dat wil ik er ook nog even bij zeggen. Want vaak zijn we veel te hard voor onszelf. Ik wens je alvast een hele fijne volle maan in Ram toe op 29 september. Schrik niet als er weer wat emoties naar boven komen. Dat gebeurt heel vaak bij volle maan en nieuwe maan. Dus ik wens jullie alvast een hele fijne dag toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Daag!